Zo. Ik vind eigenlijk altijd dat ik er met een muts uitzie als een kabouter. Wel een hele lange kabouter dan, weliswaar. Maar goed, die moet het ook zijn. Nou, ik heb nieuws. Mijn 2022 is niet gestart zoals ik hoopte. Want ik moet extreem hard uit mijn comfortzone komen en treden. Want ik heb een buitenlandse filmklus te pakken. Voor een hele fijne, mooie klant waarvoor ik al een aantal jaar werk. En zij hebben dus nu de Heineken Awards. En daarvoor gaan we dus in Berlijn, Canada, de Verenigde Staten en Londen gaan we dus verschillende wetenschappers en professoren spreken over hun onderzoek en de prijs die ze daarbij dus gewonnen hebben vanuit de Heineken Awards. En dat is natuurlijk super tof. Ik hoor je gewoon denken, holy shit, dat is vet. Dat is ook vet. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik ermee moet dealen. Normaal gesproken ben ik degene die altijd antwoord heeft op alles, maar hier heb ik gewoon voor mezelf in ieder geval geen antwoord op. Los van dat, ik ga het natuurlijk wel gewoon doen. Ik vind het onder andere helemaal niet prettig om te vliegen. Ik vind het helemaal niet prettig om met spullen te sjouwen door andere landen heen. Ik snap andere culturen niet. ik ben de taal niet machtig. Ik kan wel Engels, maar nou ja. Hè? Ik kan het prima spreken en zo. Ik red me prima. Maar ik voel me er niet comfortabel bij. Zo zijn er nog een aantal redenen waardoor ik je eigenlijk wil aangeven dat dit voor mij een enorme stap is om te maken. Des te meer reacties ik krijg van andere mensen die me bijvoorbeeld ook volgen op Instagram, des te sneller ik ook weer denk van, ja, maar waarom vindt iedereen dit zo gruwelijk vet? Ik bedoel, het is helemaal niet zo leuk. Je gaat fulltime, in je baastijd weliswaar, maar je gaat fulltime keihard werken. En je moet echt leveren. Je hebt met vervoer te maken, je hebt met je verzekeringen te maken, we hebben tegenwoordig met corona te maken. Mijn god, hoeveel corona shit dingen wij allemaal moeten regelen nu voor een aantal tripjes naar het buitenland, dat is echt niet gezond. Wat we allemaal moeten invullen, ik heb vroeger met mij geleerd dat je je paspoortnummer nooit zomaar ergens moest geven. Nou, hoe vaak ik die inmiddels al opgestuurd heb naar allerlei instanties, dat is echt niet gezond. Dus dat maakt het allemaal bij elkaar, maakt het dat het gewoon voor mij in ieder geval reeds spannend is. En ik wou je daar gewoon graag een heads-up over geven. Nou, ik dacht gelijk, het is misschien wel geinig om het ook over comfortzone te hebben. Ik heb eens gewoon gekeken naar het internet en gevraagd van hoe werkt comfortzone en op welke manier kan je het daarvoor jezelf makkelijker maken. Dus ik ben een vijftal punten tegengekomen. In de eerste is, doe je research. Je kan jezelf afvragen van, wat is het ergste dat kan gebeuren? Nou ja, ik kan doodgaan. Vliegtuig kan crashen. Mijn apparatuur kan gestolen worden. Nou, zo kan ik toch wel even doorgaan in ieder geval. Dus daar had ik niet zo heel veel aan. Het volgende punt was, doe het stapje voor stapje. Nou, 2022 is gestart. We zijn nog geen 3 weken verder. En ik ben op het moment dat jullie deze video kijken, zit ik in Canada. Dat is voor mij geen stapje voor stapje. Had ik ook niet zo heel veel aan. Dan hebben we, geef jezelf een peper in je reet. Nou, dat lukt me wel. Uit je comfortzone treden is altijd een goede manier om te leren. En om als mens te ontwikkelen. En als filmmaker in dit geval voor mij te ontwikkelen. En dat ik echt stappen zet en grenzen verleg. Letterlijk, hoe ik het ook bent of keert. Dit wordt sowieso een hele toffe, leuke uitdaging voor mij. Nou, het vierde punt is, maak het leuk voor jezelf. En dat ga ik ook proberen. Ik ga het heel leuk proberen te maken voor mezelf. En dat doe ik voornamelijk om daar te gaan vloggen. Of in ieder geval mijn reis te gaan registreren. Om dat weer met jullie te delen. Dus op die manier maak ik het weer leuk voor mezelf, zodat mijn oogkleppen een beetje zo staan en dat ik niet te veel bezig ben met al het poespas van wat er mis kan gaan, maar dat ik gewoon ook bezig ben met tof content te maken voor jou. En daarbij ook gelijk een mooie vraag. Laat hieronder in de reacties even weten wat jij graag zou willen zien van deze reis. Want ik ga natuurlijk allerlei grenzen over, ik ga door de douane heen, ik neem een bepaalde specifieke apparatuur mee. Misschien zou je daar specifieke vragen over hebben of denk je van, nou, maak eens een video over hoe je door de douane heen komt of wat voor apparatuur je meeneemt of nou, noem maar op. Laat het hieronder even weten en kan ik op het moment dat ik terug ben kan kijken van wat ik van het materiaal van die content kan destilleren naar nieuwe toffe video's voor op dit kanaal. Punt nummer 5 is, veroordeel jezelf niet. Nou, dat vond ik op zich ook wel een fijne. Je gaat twijfelen aan alles. Wat ik sowieso heb is dat ik mezelf dan afvraag, waarom vragen ze dan specifiek mij? Waarom ben ik degene die voor hun op pad mag. Er zijn toch veel betere videografen. Ik begin in één klap weer te twijfelen aan alle kennis en kunnen die ik heb of kan. Dit is toch wel een goed punt om toch dicht bij jezelf te blijven. Gewoon zeggen van, ja, nee joh, ik ben gewoon lekker bezig. Ik ga het gewoon doen. Helemaal tof.
de wereld wacht geduldig op me. Nou, ik ben wel benieuwd, wat doe jij eigenlijk om uit jouw comfortzone te stappen? Heb jij misschien nog tips voor mij? Laat dat ook even weten hieronder in de reacties. Nou, daarbij, zoals gezegd, op het moment dat je deze video kijkt, ben ik dus al in het buitenland, ben ik dus al weg. DM gewoon, stuur berichtjes, laat hieronder in de reacties weten. Ik ga het sowieso allemaal in de gaten houden, zodat ik misschien nog iets concretere dingen kan filmen op verzoek van jou. Daarbij wil ik nog een hele dikke dankjewel sturen naar Chris van Transcontinenta, want ik heb hem besteld en hij is binnen vlak voordat ik op reis ga. De Tamron 3550F2.2.8. Holy shit, ik ben echt heel blij dat ik hem mee kan nemen op reis. Hij maakt mijn tas ook gelijk 600 gram zwaarder. Dus ik moet er nou weer iets anders uitgooien, want ik moet weer aan bepaalde handbagage restricties houden en zo. Verschrikkelijk. Maar in ieder geval, Chris, een hele dikke shout-out naar jou. Dankjewel voor het regelen dat ik nou, deze lens met een klein beetje voorrang heb kunnen krijgen. En dat ik hem nu eindelijk echt voor mezelf heb en niet alleen maar in bruikleen. Dus ik ga hier ook echt hele mooie plaatjes mee schieten in Amerika. Nou, volgende week dus geen video, want ik ben weg. En ik heb ook niks voorbereid, want ik ben hartstikke druk. Mijn decor is ook nog steeds niet klaar. Zoveel aan mijn hoofd. Januari 2022 begint lekker. Ik kom in ieder geval wel terug met hele toffe nieuwe content. Wat sowieso anders is dan dat je gewend bent op dit kanaal. Want, nou ja, Canada, daar is het nu op dit moment min 30. Het is min 30 daar. Waarom denk je dat ik een muts op heb? Holy shit. Ja, Canada dus eerst Montreal. Dan gaan we naar San Francisco, Californië. En dan gaan we naar New York. Ja. Ik vind het moeilijk. Ik vind het zwaar. Laat je steunbetuigingen hieronder maar even weten in de vorm van een hele dikke like. En als je natuurlijk nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, doe dat zeker eventjes. Want dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe uploads die ik post. Volgende week nogmaals geen video, maar daarna kom ik weer heel hard terug. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Do you wanna dance?